De 29-jarige moordverdachte Zhang is gisteravond om 11 uur aangehouden aan de Martin Luther Kingweg voor een supermarkt. De man wordt ervan verdacht op zondag 25 september een onderneemster in haar woning aan de Koesewijnenstraat op brute wijze om het leven te hebben gebracht. De verdachte had bij zich 1140 SRD, $377 en 10 euro. Hij verklaarde dat hij hier als slaaf is gekomen en dat hij in een mensenhandelscircuit terecht was gekomen waar hij niet meer uit kon. Hij is in verzekering gesteld.